Yo kijkers van Bormer Games en leuk kijk naar een nieuwe video. Vandaag zijn we weer in de Tekkit wereld. Tekkit doet het dus weer en geen Grid Autosport vandaag. Wat we de vorige keer gedaan hebben is wat onderhoud gepleegd aan de server. En ik ben niet meer online geweest, maar volgens mij was de quarry nog niet helemaal klaar. Ik ben er nog niet geweest kijken. Maar ik heb ook een ander plan voor de video van vandaag. Oh jawel, de quarry is wel klaar. Deze krijgt ook al kool. En deze gaat gewoon beginnen. Oké, dat is goed. Wat we namelijk vandaag gaan doen, zoals ik de vorige episode al had gezegd, was een soort battery maken, zodat wij deze Leadstone jetpack op kunnen laden. En jullie vragen je waarschijnlijk af, hoe doe je dat nou? Nou, daarvoor heb je nodig een energetic infuser. Oh, ik sta op cheat mode, zie ik. Omdat ik, even kijken hoor. Survival, ik zit options, inventory, recipe mode. Ja, die moet ik hebben. Als ik er nu op klik, krijg ik recipe. Oké, dat is goed. Oké, copper ingot, hebben we 2 nodig. Nou, dat kunnen we wel pakken. Maar wat je altijd doet is, je pakt altijd een hele hoop. Hier één. En redstone transmission coil. 2 redstone en een silver ingot. Oh, dit is geen... Oh, ik kan het trouwens gewoon hierin doen. Maar dat kan nu dan nog niet. Maar dan leg ik even alle dingen die ik nodig heb hier. Redstone. En silver. 1... 2. Oké, even kijken hoor. Wat we nog meer nodig hebben. Eentje met goud. Oh, je hoeft trouwens maar eentje in te doen. Zo. En dan kan je zoveel maken totdat al de resources op zijn. En een machine frame. Kan ik die... Staat die erin als... We hebben er nog 1. En die staat er ook in als pattern. Dus die kunnen we ook zo maken. Leadstone energy. Ik denk niet dat die erin staat. Nee. Oké, dus dan kan... Die kunnen eruit. Die kunnen even terug. Oh nee, redstone hebben we nog wel nodig. Want we hebben een redstone blok nodig. Oké, maar we hebben er maar eentje nodig. Dus die kan weer weg. En... hebben we dit... Kunnen we ook gewoon glas doen? Nee, ik denk het niet. Dus wat moeten we doen om... Wat is het eigenlijk? Leadstone. Hebben we hier in ieder geval lead? Oké, dus hebben we alleen nog glas nodig. Black wool. Oké, ik snap even niet. Kunnen we ook met gewoon glas maken, volgens mij. Kijken of dat er nog in zit. Ja. 1, 2, 3, 4... Deze in het midden. En we hebben er blijkbaar 2 gemaakt. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. En lead hebben we nodig. En dit is een leadstone energy cell frame. Dus als het goed is kunnen we nu maken wat we willen maken. Deze aan allebei de kanten. Deze in het midden. En de koppers. Energetic infuser. Oké. Dan hebben we nog wat van deze nodig. Coal generator hebben we nog. En die access terminals, die kunnen we dan ook opladen. En dan kunnen we vanaf een bepaalde straal kunnen we er ook in. Even kijken waar we deze machine het beste kunnen plaatsen. Ik denk hier. Ik heb geen pickaxe bij me. Nou, dan pakken we er even eentje. Die zit er toch nog wel in. Hier kunnen we er wel eentje plaatsen. Moeten we vanaf deze kant, denk ik. Even kijken hoor. Deze kabels. Waarom lekt die af en toe? Kijken of hij nu gepowered wordt. Nee,
Wat is de achterkant ook alweer? Oh ja, kijk, nu wordt hij gepowered. Niet zo gek snel. Waar komt de power? Oh ja, hier komt de power vandaan. Even een beetje bijvullen. Want die worden het eerst opgemaakt. En deze zit als het goed is nog wel aardig vol. Gooien we er gewoon wat bij. Omdat het kan. Even kijken of hij al een beetje vol is nu. Oké, hier kan je dus nog een soort energy cell, redstone energy cell achter zetten. Zodat het wat constanter is. Wat zit hier eigenlijk in? Machine frame. En wat is dit? ME, blank pattern. Dus wat je daar dus voor nodig hebt. Oh, dit is trouwens nieuw. Ik weet niet, dit heb ik denk ik al laten zien dat we hier een deur hebben geplaatst. En hoe dit nu werkt is, ik moet me deze pakken. Hoeveel gaat hier eigenlijk in? 25.000. Die is dus vol. En dan moeten we hem weer aantrekken. Even killen. En wat we ook dan eerst even gaan doen is slapen. Zo. En ik heb dus ook de Grid Autosport serie opgestart. Laat anders in de reactie ook achter wat jullie nog meer voor games willen zien. Binnenkort komen er wel weer wat nieuwe games uit. En dan moet ik even kijken welke ik... Oh nee, even kijken hoor. F is het. En dan kan je dus gewoon vliegen. En als ik C uitzet, dan is het hover mode is dan uitgeschakeld. En F, dan zijn ze allebei uit. En het gaat op zich wel hard. Dus daarom denk ik ook dat we binnenkort verder moeten gaan met het upgraden naar een hardened jetpack. En dan naar een redstone jetpack. En uiteindelijk kom je bij een resonant jetpack. En die kan je echt dik opladen. Hoe maak ik dit eigenlijk? Infar ingots. En allemaal allezelfde dingen die we vorige keer nodig hebben. Alleen dan hardened. Even kijken hoe het met het opladen van deze gaat. Het gaat niet heel erg snel. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat het... Deze moeten vrij hard werken voor wat ze doen. En dan ga ik even kijken of de quarry, of dat allemaal goed gaat. Maar we hebben nu dus gedaan wat we vorige keer af wilden maken. Namelijk, we kunnen onze jetpack nu opladen. En ik moet er ook even aan wennen. Dat ik hem ook gewoon aanzet. En als hij aanstaat, gaat hij niet op, toch? Nee, alleen als ik ga vliegen. Oké, de Stirling engines zitten nog wel vol. Kijken of ze ook allemaal vol zitten. Ja. Waar is die andere? Er zitten toch... Oh, moest ik nog doen. Die hieronder plaatsen. Die zit... Hier boven als het goed is. Ik ga die hover mode wel uitzetten. Charcoal, charcoal, charcoal. Dus dit kan ik allemaal bij elkaar gooien. En een lever hebben we ook nog. En dan moeten we ook nog een paar stone pipes halen. Maar vliegend gaat het niet heel veel sneller, maar wel iets. Kijken of we nog stone pipes hebben. Tien stone transport pipes. Als ik sprint, gaat het dan sneller? Nee, ook niet echt. Het is meer als we lange afstanden af willen leggen, dan is het wel chill. Even kijken. Stone transport pipe. Ik moet ook even een handige manier vinden dat ik hier zelf in kan. En dat is denk ik... Die ook weghalen. En dan kan ik er zelf nog steeds niet in. Maar dan kan ik wel kijken. Dacht ik hoe vol die zou zijn. Dat kan dus niet.
Dat is kut. Dit is kut. En nu heb ik zeker geen blokken meer. Ik hoop dat ik niet alles hier stuk heb gemaakt nu. Ik denk het haast niet. Gaat ook zo niet weg. Oké, zo gaat het wel weg. En als ik dan deze weg ga, blijft het dan allemaal droog. Ja. Nu kan ik er dus wel onder en kan ik ook kijken hoe vol die zit. En wordt die ook gerefilled. Dus dan is dit ook wel klaar. Ik zal hier nog wat vensters plaatsen. Zodat het hier ook een beetje dicht is. Kijk, omheen lopen hoeft bij deze op zich niet. En dit water, dat wordt later allemaal nog wel gefixt. En die Leadstone Jetpack gaat best wel snel op. En dit moet nog helemaal weg. Maar dat gaat, als het goed is, vanzelf weg. Maar die Leadstone Jetpack moeten we dan wel even gaan upgraden. Maar ik zou eerst even kijken of ik nog wat wheat heb. Hier. En dan kan ik even de koeien weer doen. Typfout. Ja, ik heb nog 32. Ik weet ook niet of er nog brood in zit. Nee. Even hierboven kijken. Gelijk even hoe het bij de factory hierboven gaat. 3 quadruple hebben we inmiddels alweer. Is net klaar. Eerst even kijken hoe het bij de koeien gaat. En dan moeten we onze jetpack ook weer opladen. 1. Zo, hij lijkt echt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ongeveer 20. Als ik al mijn wiet opmaak, zit ik op een even getal. Dus dan moet het wel goed komen. Dus moet ik nog eentje vinden. Ja. Als het goed is, hebben we nu 16 nieuwe koeien erbij. Dus binnenkort moeten we er eventjes een paar gaan afmaken. En wat ik ook wilde doen, was een enchantment table maken. En waarom ik dat wilde, dat heeft te maken met het feit dat ik 42 punten heb. En het zou wel chill zijn als ik niet dat als ik dood ga, dat ik dan alles kwijt ben. Maar ik weet niet of ik een boek heb, ik sowieso wel, want die heb ik wel bij een village gevonden. Ja. Een boek. Maar heb ik ook obsidian? Kan ik obsidian in deze ticket maken op een of andere manier? Ja, dat heb ik allemaal niet. Water bucket, lava bucket. En daar. Ik kan het ook anders doen. Ik neem nogal een bucket mee. Ik neem er wel gewoon 3 mee. En dan nemen we wat water. En dan laden we eerst even onze jetpack op. En dan gaan we even lava zoeken. Dus in de buurt zeker wel lava. Waar is mijn jetpack? Die moet ik even uithalen. Zo. Die is vrij snel. Hier gaat 400.000 in. En hier gaat 25.000 in. Dus het is eigenlijk helemaal niks. En dan eet ik even wat, een appeltje. En dan gaan we even naar de lava toe. En dan gaan we gewoon obsidian maken. Oh, dan moet ik hem weer aandoen natuurlijk. Even kijken. Volgens mij is daarachter wel lava in de buurt. Ik denk dat die betere jetpacks ook een stuk sneller zijn. In ieder geval, dat hoop ik. Want het tempo van deze is niet echt echt snel. En ik vind het raar dat de bomen hier nog niet gegroeid zijn. Want ik had hier in het veld ook wat jungle trees geplaatst. Want dat is altijd wel chill. Ik denk dat het... Ja, daar is het. Ja, je kan het nu ook op de map zien. En de hover mode staat uit, dus je moet oppassen dat je niet te hard naar beneden springt. Want ja, dan ga je dus gewoon dood. Oké, water bucket. Zo. Dat is in ieder geval... wat?
En dan ben ik een beetje dom bezig, want dan moet ik natuurlijk een diamond pickaxe hebben. Dus dan moet ik die weer gaan halen. Super chill, had ik eerst even over na moeten denken natuurlijk. En we hebben 3 obsidian nodig. En dan kan ik die diamond pickaxe die ik dan maak, kan ik gelijk gebruiken voor om te enchanten. En volgens mij kan het tot level 30. Ik weet niet, volgens mij is het een nieuwere. In ieder geval, dat is echt al heel lang zo, dat je maar tot level 30 kan. Vroeger kon je super hoge levels. En nu krijg je ook echt sikke tools. Maar dat kan volgens mij allemaal niet meer. Als het goed is, zit ik mijn diamonds in deze. Ja. Volgens mij heb ik geen diamond pickaxe, nee. 1, 2, 3 hebben we er nodig. Hebben we nog sticks? Nee. En we hebben straks ook nog 2 diamonds nodig. Voor iets anders, namelijk maken van de enchantment table zelf. Hier vliegen we wel even overheen, dat is wel sneller. En de rest kan je inderdaad beter lopen. Die jetpack die gaat vrij snel op, dus daar moeten we zeker een upgrade voor gaan maken. Maar dat gaat allemaal zeker nog wel komen. Eerst even kijken of we die enchantment table kunnen maken. De normale Minecraft dingen moet je natuurlijk ook allemaal nog steeds doen. En daarnaast gaan we uiteindelijk natuurlijk ook naar de maan. Dat is het uiteindelijke doel. En om daar een soort maanbasis te maken. Dat is het uiteindelijke doel van Tekkit natuurlijk. En dat gaan we ook zeker doen. Alleen dat is best veel werk. En ik wil ook eerst de normale wereld, dat we daar veel dingen van Tekkit alvast hebben. En dan gaan we eventjes de obsidian pakken. En dat, zoals jullie weten, duurt dat nogal eventjes voordat je obsidian hebt. En ik weet niet waarom ik daar vuur zag, maar dat komt waarschijnlijk nog van de andere lava. En het is ook altijd heel belangrijk dat je niet op de, dus bijvoorbeeld niet hier gaat staan en daar hakken. Voor nu maakt het niet zoveel uit, maar soms zit er lava onder en je moet er ook nooit bovenop staan zoals ik net per ongeluk deed. Want als je dan naar beneden valt en er ligt lava onder, zoals daar, dan ben je dus gewoon de lul. Even kijken hoor. Dan kunnen we deze wel veilig pakken. Die lava die heb ik alvast afgedekt. Want we moeten zometeen ook op weg terug natuurlijk. Oh, dat vuur is als je vliegt, dan maak je jetpack, daar komen vonken vanaf. Vijf. Hoeveel hebben we er nodig? 4. Dus dat is genoeg. Dus we moeten niet zorgen dat die midden in de lucht, dat de jetpack op is, want dan vallen we zo hard naar beneden dat we dood zijn. Het scheelt natuurlijk wel dat we nu een bed hier ook hebben al een tijdje. Dus je hoeft niet weer, voor mij moeten we iets van 1000 bloks lopen of zo om vanaf het spawnpunt naar hier te komen. Dus dat is best een eind. En dat hoeft nu dus niet meer, omdat we gewoon nu hier spawnen. Ik ben onderweg wel een paar keer dood gegaan. Nou, niet nu, maar toen ik offscreen eventjes ging klooien. Wat ik namelijk ging doen was, ik ging naar de, oh, de wereld laat daar lekker in. Door die portals, die ik daar heb ik er ook nog eentje. Ja, die is op. Ik zat al op te wachten dat die op was. En toen ging ik allemaal gekke werelden in en andere dimensies en zo. En toen uiteindelijk ging ik dus dood. Maar daar kan ik niet zoveel aan doen. En het was ook lastig om terug te komen, want ik had echt geen idee hoe ik terug moest komen. Oké, dan gaan we het nu even maken. Diamond. Daar hebben we er 2 van nodig. En een boek heb ik bij me. Nee, zo is het. Ja. Enchantment table. En waar gaan we die plaatsen? Dat is een goede vraag.
moet je voor me ook nog boekenkast omheen zetten. Nu ik erover nadenk. Dus dat kunnen we op zich wel in deze hoek doen. Ik zal even wat toortjes terugplaatsen. Want als ik hem er nu in zou doen, dan krijgen we 4 en 5 en dat soort dingen. Dus we hebben genoeg, hoe heet dat? Sugar canes. Dus we gaan volgende keer verder. En wat we de volgende keer gaan doen is dus de enchantment table. Gaan we je boekenkast omheen zetten. Zodat we hogere enchants kunnen krijgen voor deze diamond pickaxe. En dat gaat zeker wel lukken. We hebben nog boeken liggen hier. Even kijken hoeveel. 20 boeken. En we hebben ook nog 100 sugarcane. Dus we kunnen genoeg papier maken. En we hebben ook genoeg leer. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat even een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Later.